Eeuwen geleden woonden er in Amsterdam, of wat dat toen voor moest stellen, al mensen. In de buurt van het water om de landbouwgrond te bevloeien. Waar ik woon, dat is in Schagen, de Noordkop, was toen zee. Het water domineerde de helft van ons land, net zolang totdat wij besloten het water te domineren. We hebben dijken gebouwd, water weggepompt en land drooggelegd. Sindsdien zijn we constant verwikkeld in een gevecht waar Nederland onbekend is gaan staan. We strijden met de natuur om talloze levens veilig te stellen. Ik hoor op school wel eens mensen klagen over de meest onnozele dingen. Ze hebben geen lunch mee, moeten dus geld verspillen aan ongezond en veel te vet voedsel op school, omdat er geen broodbeleg is thuis. Alles is tegenwoordig te moeilijk, te veel werk of kost te veel tijd. Waar is het overlevingsinstinct gebleven? Het doorzettingsvermogen van de mensen die ervoor gezorgd hebben dat ik nu kan wonen waar ik woon. Ik geloof dat doorzettingsvermogen, de mogelijkheid dingen te doen, zelfs als ze wat moeite kosten, iets is wat wij kunnen leren van onze voorouders. We worden te veel in de watten gelegd. Vroeger verbouwden mensen hun eigen voedsel nog. Tegenwoordig antwoorden kinderen op de vraag waar komt melk vandaan, niet meer uit een koe, maar komt het uit de supermarkt of de fabriek. Als je een salade wilt maken, loop je dan het land op om een krop sla te halen en wat tomaten? Nee, je stapt in een auto om 1,5 kilometer verderop uit te stappen op een parkeerplaats. Vervolgens doe je een poging tot naar binnen rennen in de warme supermarkt, klaag je daar over de kou en dan haal je een kant-en-klare salade uit het schap. Je trekt een stukje plastic door een scanner, manoeuvreert je vingers moeizaam over de toetsen en ga dan weer naar huis. Alles moet maar simpel, ongecompliceerd en efficiënt. Maar gelijk met de ingewikkelde aspecten van het leven verdwijnen uitdagingen en daarmee de mogelijkheden om problemen aan te gaan. We worden niet genoeg geprikkeld iets te ondernemen. Bij problemen raken mensen in paniek, hun creativiteit verdwijnt. We kunnen de knoop niet meer doorhakken, zijn bang voor de toekomst en wat wij allemaal kunnen verpesten. Eeuwen geleden, in de tijd van die dijken en droogleggingen, hielpen ze ons, zonder die direct bedoeld te hebben. Ze hebben het gewoon gedaan. Ze hebben zandkorrel voor zandkorrel die immense constructies gemaakt die ons leven nu omringen. Iedere dijkdoorbraak weer de gaten gedicht. Natuurlijk zullen ze gedacht hebben, wat heeft dit nog voor zin? Iedere keer weer breekt hij door. Iedere keer weer overstroomt er land. Maar daar zien we nu niets meer van terug als we met de auto overheen rijden om naar de supermarkt te gaan om die salade op te halen. Laten we met z'n allen een voorbeeld nemen aan de mensen die dat voor ons gedaan hebben. Die voor ons tot het uiterste zijn gegaan en iets hebben gedaan wat voor die tijd een gigantische prestatie was. Zo wil ik zijn. Ik wil ook doorzetten. Eens mijn kaken op elkaar klemmen, iets slims verzinnen en een plan uitvoeren waar ik mijn twijfels bij heb. Ik hoop jullie ook.